Bas, we staan bij Metropool. Wat gaan wij doen vandaag? Nou ja, in ieder geval even genieten van de zon. We gaan zo naar binnen. Daar zijn 240 mensen van de industriële kring Twente. Een heel groot netwerk in Twente. Uh-huh. Met 1100 aangesloten deelnemers. En vandaag is er een bijeenkomst, Trots op Twente. Waarin we alle winnaars uit 2010... Variërend van de beste gastvrouw tot een architectenprijs, die zetten we in het zonnetje. En dat gaat hier vanmiddag in deze prachtige locatie gebeuren. Oké, klinkt goed. Laten we gaan kijken. We gaan naar binnen. Op 29 maart presenteerde de Business Connection Group van de Business Club IKT een spetterende bijeenkomst met als thema trots en de titel Twentse prijswinnaars 2010. De winnaars waren per mail en via LinkedIn aangeleverd door de leden. Dat leverde maar liefst 40 voorbeelden op van opzienbarende prestaties van het Twentse bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en overige netwerken in 2010. Van die 40 winnaars kregen er 11 een podiumplaats. Bas, wie is nou de grootste netwerker die jij hier gezien hebt? De grootste netwerken hier? Ja, ik denk dat wel Herman Spenkeling. Hij is wel tevens de voorzitter van de IKT, maar die zie je echt in alle netwerken in Twente wel verschijnen. En hij is hier ook? Die is hier ook, ja. Moet ik die even ophalen? Ja, is dat leuk? Ik haal hem even op. En wat is nou het belangrijkste dat deze bijeenkomst heeft opgeleverd? Dat hier vandaag toch ruim 240 mensen op afgekomen zijn. Dat betekent dat het leeft, dat we met elkaar een andere koers in zijn geslagen. Als ik net de berichten hoor, of de geluiden hoor, dan vindt men het toch heel leuk om dat te doen. Heel veel mensen hebben nieuwe mensen leren kennen. En op die wijze moet je met elkaar doorgaan. Je bent een van de weinigen die nog geen grijs haar heeft van de overgebleven bezoekers. Ja, dat is wel een leuk onderwerp, want daar had ik laatst over getwitterd bij een bijeenkomst waar alles grijs was. En vrolijk getwitterd, goh, grijze bende hier. En ik heb nog nooit zoveel reacties gehad, dus het leeft wel. En wat is voor jou de drijfveer vanavond om hier aanwezig te zijn? In alle eerlijkheid, trots. Trots op Twente. Wat is toch niks om je voor te schamen? Ja, maar het heeft natuurlijk niks te maken met die inhoudelijke lijn van innovatie, productontwikkeling, de ondernemerschapskant. Nee, wat ik mooi vind is gewoon 40 bedrijven die op alle manieren het afgelopen jaar succes geboekt hebben. En substantieel succes, ja. Daar word ik gewoon warm van. En dat vind ik een gevoel om op zijn minst bij aanwezig te zijn en ook voor te applaudisseren. Ja, dus hier haal je meer dan je alleen virtueel kunt realiseren. Ja, nee, sowieso. Ja, je kunt virtueel en met social media zijn we ook heel actief. En allerlei blogs die we zelf ook bijhouden over technologieën. Dat kun je best dingen tot stand brengen. Maar in mijn beleving gebeurt er ook heel veel op dit soort bijeenkomsten. Ja. Bas, wat vond je er zelf van? Ik vond het wat druk. Het was druk vandaag. Omdat je zelf ook nog een rol hebt. Mm-hmm. Maar het waren veel mensen. Ik heb leuke reacties gehad. Dus ik ben wel heel enthousiast. Volgens mij hebben we een top locatie gehad. De muzikant speelt nog steeds. Dus... Het is ook uniek dat er bij IKT nog steeds zoveel mensen zijn. Mm-hmm. Nu om, wat is het, 6:15? Ja. Dus eigenlijk, ik heb er een heel goed gevoel bij. Ja, officieel is het afgelopen. Officieel is het afgelopen. Dus de drankjes zijn niet voor eigen rekening. Maar ik vond het een hele leuke middag. Volgens mij was het een geslaagde bijeenkomst. Ja, nou ja, jij hebt weinig mensen nog gesproken. Ik heb nog niemand gesproken. Zullen wij even snel gaan netwerken nog? Laten we samen even een paar visitekaartjes. Laten we gewoon even samen nog een paar mensen spreken en een drankje doen. Is goed. Wij zijn volgende week weer terug met een nieuwe Op Pad met Bas. Wij gaan eerst even netwerken.